Welkom bij een Rem Comics unboxing van de Shortbox bestelling van januari. Speciaal voor mij. Hoi Marcel. Hele leuke set comics weer gescoord de afgelopen maanden. We hebben een deel pre-orders, een deel live sales en een deel van Henry en Roy's prijzencircus. Ook wat comic karma. Dus daar begint het mee. Gratis comics, deze van The Drop uit vorig jaar. Is wat nat geweest, maar die kan ik nog prima nog een keertje lezen. En dan weet ik ook of ik dit leuk vind. Nu kom ik van, wat is het, Image geloof ik. The Drop, waar staat het? Een Image comic, ja. Dus deeltje 1 van The Drop, Who is No One with Julia Page, Accountability. Dankjewel daarvoor. Er zaten nog een paar freebies bij, zoals deze. De Marvel 2024 kalender. Mijn naam viel erop, die had ik dus gewonnen in een live sale. En dit is ook eentje met een transparant backingboard erbij. Dus daar kan ik wel een mooie wrap-around cover in gaan bewaren. Dan een artprintje van The Empire Strikes Back. Ik denk wel dat ik die inlijst en ophang. Of misschien bewaar ik hem bij de Star Wars comics. Captain Marvel nummer 1. De Trick or Read uitgave. Daar ga ik iemand blij mee maken, want die heb ik al. En die was wel heel erg leuk trouwens. Er zit een leuk verhaaltje in ook van Moon Girl en Devil Dinosaur. Carnage nummer 10. Volgens mij had ik deze nog niet. Dus dat is een leuke en welkome aanvulling ook op de collectie. Sorry dat het wat spiegelt en zo. Maar het is 's avonds laat niet het ideale, meest ideale moment om een filmpje op te nemen. Maar ik had nu even tijd en zin. En alles uitgezocht, want dat is natuurlijk weer een beste stapel. En last but not least, twee keer dezelfde helaas, maar wel heel leuk. I Am Batman, nummer 18. Batman gerelateerde comics ziet er op het eerste gezicht niet slecht uit. Ik zou hem zelf misschien niet direct gekocht hebben, omdat ik vind dat misschien wat te veel Batman is. Nou, ik ben wel bezig met de laatste deeltjes te kopen van de normale Batman-reeks. Ik geloof volume 3 dat is. Maar dit had ik nog niet opgepakt. I Am Batman nummer 18. En dan komen we bij mijn pre-orders. Waarbij je al meteen ziet dat ik wat Jennifer Zon heb gepre-orderd. Deze, de Universal Monsters Dracula issue 4. Ja, moet natuurlijk 1, 2 en 3. Die er ook nog bij verzamelen. Maar deze moest ik sowieso meteen hebben in de Jenny Frison variant. Geldt ook zo voor Harlequin nummertje 36. Prachtige tekening weer van Harlequin door Jenny Frison. Power Girl nummer 5. Ook een pre-order. The News to Gods, die ga ik denk ik wel misschien wel als eerste lezen ook. Het vierde deel alweer van deze serie, geschreven door Jonathan Hickman. En ja, ik ben heel erg onder de indruk van de eerste drie delen. Dus benieuwd wat deze ons gaat brengen in de nieuwe wereld van Marvel Gods. Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Ook de nieuwe serie die ik aan het verzamelen ben. Dus dit is al nummertje 4 weer. Powerpack Into the Storm, het eerste deeltje. Leek me leuk. Gewoon lekker luchtig, dus ben ik benieuwd naar. Het derde deeltje van de Superior Spider-Man. Ook allemaal in de pre-order gekocht, want dat vind ik fijn. Dat is een hele makkelijke website ook voor pre-orders bij Shortbox Comics. Pre-ordercomics.nl. Super handig. Basic Instinct, het tweede deeltje. Prachtige cover. Veel zin in om het te gaan lezen. Ik ben er nog niet aan begonnen, omdat ik dacht, ik wacht nog eventjes op het tweede deeltje. Hoe heet het deze ook weer? Daar ben ik. Ja, ik vond de cover zo fantastisch. Zo, even kijken of het staat niet op de achterkant. Nou, misschien kunnen we Rebel Moon, geloof ik. Rebel Moon. Nou, gaan we eventjes binnenin kijken, want daar ben ik wel benieuwd naar. Of dat die cover ook een beetje weerspiegelt van wat we zien. Rebel Moon, House of the Blood Axe van Titan Comics. Nummertje 1 in 2024.
Ja, Titan Comics. Als er een nummer 1 is ergens van of een nieuwe serie, dan ben ik daar wel benieuwd naar. Omdat zij best wel veel van mijn favoriete young adult dingetjes ook vertaald hebben naar comics. Zack Snyder heeft dit verhaal bedacht. Het is geschreven door Magdalene Visaggio. Arthur Clark Bint. Zeg me allemaal niet zo heel veel. Ja, Zack Snyder wel, maar de rest dan niet. Dus ik vond de cover mooi. En ik ben zeer benieuwd waar dit naartoe gaat. Zo te zien speelt het zich af in een woestijn. Een beetje een maf wezen hier. Er is nog een beetje gevecht gaande. We gaan het zien, we gaan het lezen. En dan weten we binnenkort wat we ervan vonden. Rebel Moon, House of the Blood Axe. Het tweede deeltje van Daredevil, Black Armor. Dan Stranger Things, The Voyage, deel 1 en deel 4 en deel 3. En ik weet niet wat ik gedaan heb met mijn warrig hoofd, maar volgens mij ben ik dus deeltje 2 vergeten. Gaan we wel uitzoeken, komen we vast nog wel aan. Spider-Gwen, Smash, Elena Casagrande variant van het tweede deeltje. En deze ben ik heel blij mee. Dat is ook een van de hoofdredenen om te pre-orderen. Archie Comics wordt namelijk niet echt veel gestokt in Nederland. En ik ben daar wel fan van, dus ik wil dat toch bij elkaar verzamelen. Deze Love and Heartbreak Special is een speciale Valentijn special eigenlijk. En die in januari al uitkwam, er komt er 13 februari ook nog eentje uit. Maar die zit dus volgende maand in de doos. Gaan we lekker lezen komende weken. En Archie Comics vind ik echt fantastisch. Dit is de B-cover trouwens, die vond ik het leukste met Betty en Jughead. En hartstikke tof. Gaan we lezen. Batman Scooby-Doo Mystery is een nieuwe serie. Deeltje 1, Need a Hand Batman, ziet er weer leuk uit. Ik denk dat ik daar veel plezier aan ga geven. Batman vind ik dus wel aardig, maar Scooby-Doo vind ik fantastisch. Action Comics, nieuwste deeltje, 1061, prachtige cover, kon natuurlijk niet ontbreken. Looney Tunes, bij DC ook. Met Tasmanian Devil. Ik zag hem ook al trouwens bij de stripverzamelaar natuurlijk. Bij Marvin. Trouwens wel meer van de dingen die ik binnen heb. Heeft Marvin ook. Want we hebben wel een beetje vergelijkbare smaak hier en daar. En interesses ook. Captain Marvel nieuwste deeltje nummertje 4. Dan Daredevil Gang War nummer 2. Ik wil dan toch die serie. Sorry, hier is ook nog nummer 2 van Miguel O'Hara. Spider-Man 2099. Je wilt toch die series compleet lezen, dus vandaag. Nummertje 60 van Catwoman hadden we ook in de pre-order. En ook 61, maar die komen we daar nog wel tegen. Prachtige cover hier met Catwoman in een soort van grote vogelkooi achter haar. Hartstikke leuk. Nieuwste deeltje van Amazing Spider-Man. Ook natuurlijk tie-in met Gang War. Dus nummertje 42 alweer. Dan heb ik hier Catwoman. Nummer 61 met een prachtige cover van Lee Inhoek. Ja, vind ik echt een mooie cover. Scott de Jong variant van Avengers Twilight deel 1. Een beetje een donkere Avengers verhaal. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. We hebben veel over gehoord wel. Dus dat gaan we binnenkort natuurlijk lezen. Dat gaan we met al deze doen trouwens. Dit is ook wel een toffe. De ROM variant van X-Men nummer 30. Dan White Widow in twee varianten, want ik kon niet heel goed kiezen. En dit is de Sarwee variant, die stond er al bij en die vond ik mooi. Maar ook deze standaard cover vind ik prachtig. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben nog niet begonnen met het lezen van de serie, maar het schijnt zeer de moeite waard te zijn. Deeltje 3 natuurlijk ook van Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Dus de eerste 4 zijn er nu. Dus dat wordt tijd om het te gaan lezen, lijkt mij. Zoals met veel dingen trouwens. De ROM variant van Invincible Iron Man, nummertje 14. Dan heb ik hier nog een Cable, nummertje 1, nieuwe serie van Cable.
Stormbreakers variant, want Stormbreakers varianten vind ik vaak heel mooi. Het zijn net geen Virgin covers, maar wel, want ze hebben altijd dit stukje natuurlijk. Maar daar zitten altijd hele mooie covers bij, in dit geval van meneer Villa. En dan de One Shot van Mary Jane als superheld, Jackpot. Het 16e deeltje van de nieuwe reeks van Fantastic Four. Volgens Midar bij Comic Talk NL is dit misschien wel de beste Fantastic Four reeks in tijden. Dus ja, ben ik ook zeer benieuwd naar. Maar ik ben er eerst nog wat oudjes aan het lezen. Guardians of the Galaxy, ook in een romp variant. Ja, goed, je hebt iedere maand wel weer een themaatje varianten. En dan... ja, soms dan denk ik van, nou, dan kies ik ze gewoon allemaal in dat thema. Dit is dan de ROM-variant dus van Guardians of the Galaxy nummer 10. Dit waren geen pre-orders, maar wel hele mooie 1-in-100 incentives van Fantastic Four. Twee stuks. Dit is een hele grote connecting cover, ook sketch-varianten van Alex Ross. En deze die kreeg ik bij deze twee gratis bij. Dat was een persoonlijk dealtje wat ik met Shortbox gemaakt heb. Omdat ik maar bleef twijfelen over die twee. Dus zeg ik, nou, doe ik deze erbij, want die is wat beschadigd. Maar goed, ja, weet je, om te lezen is die zeker nog goed. En op zich is de beschadiging eigenlijk alleen dat die hier wat kreukjes heeft. Dus het valt mij op zich wel mee. Dit is een X-Men, geloof ik. Maar ook uit diezelfde... coverserie met sketchcovers van meneer Ross, Alex. Leg ik dit even aan de kant, pak ik het volgende stapeltje erbij, want het is natuurlijk nooit maar één stapeltje als er bij mij een shortbox van shortbox binnenkomt. Ook nog steeds pre-ordertjes hier, The World of Archie, Jumbo Comics. Dit is The World of Archie, dat is nummer 236 en dit is gewoon Archie Jumbo Comics. De official comic book of Valentine's Day, dus daar wordt heel wat romantiek in verwacht. Ja, dit is nummer 347 trouwens, zijn mooie pockets eigenlijk, digest formats noemen ze dat. Ja, een beetje in het formaat waarin wij ook de Donald Duck lezen, zeg maar. De Donald Duck comics. En, oh ja, deze had ik gepre-orderd bij Shortbox. Maar die had ik inmiddels ook binnen van Argonia, omdat ik daar het tweede deel ging bestellen. En dat is ook de eerste, dus die had ik ook... Nou, goed, die heb ik nu dus dubbel. Gaan we wel iets leuks mee doen. Big Atoll Energy. Ik bestel alles van Archie wat ik nog niet heb. En nieuw uitkomt, dat bestel ik bij Shortbox in de pre-order. Dus ook deze trade paperbacks van deze webcomic Big Eagle Energy deel 1, 2 en 3. Speelt zich ook allemaal af in Riverdale. En dan hebben we nog een trade paperback van Ultimate Iron Man. Gekocht in de live sale voor een leuk prijsje. Ook deze, The Ones with Deadpool. Dat is een trade paperback die... deze deeltjes verzameld, de Deadpool Bi-Annual nummertje 1, Deadpool Green, Deadpool en Captain America nummer 1, Deadpool Annual 2013 nummer 1 en 2. En die verzamelt hij hier in een mooie trade paperback. Dit is een super dikke trade paperback. Secret Wars, de Marvel Superheroes Secret Wars. Wel een iets oudere uitgave, maar hij is nog als nieuw. En... gewoon lekker zacht prijsje. En dan hebben we nog twee hardcovers. Eentje van The New Mutants. Fall of the New Mutants. Met deeltjes... wat is het? 500... New Mutants 15 tot 21. En hier heb ik nog The Thing. Liberty Legion. Ook een hardcover. Met The Thing centraal. En die bevat Invaders 1975 nummertje 5 en 6. Marvel Premier nummer 29 en 30. Fantastic Four Annual nummer 11. En Marvel 2-in-1 20. En dan ook nog de Marvel 2-in-1 Annual nummer 1. En dat draait allemaal om het ding. En dat vind ik leuk. Want ik ben wel fan van het ding. Dat... tot zover dan dus de pre-orders, de twee paperbacks, noem het maar op. En dan heb ik ook nog een hele stapel met andere dingetjes. Laat ik jullie ook zo zien.
Want meer comics is altijd leuk natuurlijk. Hier heb ik een leuk Wolverine deeltje, nummertje 21. Vette cover ook. Ice Cream Man, een beetje horror en een hele toffe cover zo. Nog meer Ice Cream Man met een rat in een doolhof of zo. Een Uncanny X-Men en Fantastic Four Annual uit 1998. Nog een Uncanny X-Men Annual uit 1995. Johnny Quest. Ik kende vroeger wel een tekenfilmserie van Johnny Quest. Heb ik toen wel regelmatig gekeken. Dus ja, ik vond dit dan wel grappig. Punisher, nummertje 5. Best wel wat Punisher erbij, want ik ben door Slasher Dave een beetje aangestoken. Dus ja, dan krijg je dat, hè. En nog meer Punisher. Een Secret Invasion, een super vette cover met een beetje een boze... Is het een Skrull of is het Thanos? Nou goed. Secret Invasion in ieder geval. Nick Fury ook en Iron Man. Nog een Batmannetje, nummertje 539. Een Classic X-Men nummer 17. En ja, Wolverine druipt een beetje. Classic X-Men met een fantastische Magneto cover. Nog een Classic X-Men. Ook een Magneto cover. En nog een Classic X-Men met weer een furieuze Wolverine. Nog een Classic X-Men. Is dat Conan? Nee, vast niet Sabertooth. Nog een Classic X-Men, nummertje 21. Dan nog een Venom deeltje nummer 7. Ja, ik ga er wat snel doorheen, want het is best veel. Batman en Robin Adventures Annual nummer 1. Voor een leuk prijsje. Stranger Things, Tales of Hawkins. Nummertje 4 van 4, dus ik heb nog 3 delen te zoeken, want daar had ik nog niks van. Dan Scorched, nummer 2, 4 en nummer 6. Daar had ik al wat andere delen van, maar nog lang niet compleet helaas. Silk nummer 5 maakt dit reeksje wel compleet. Rom en Transformers. Rom versus Transformers Shining Armor One Shot. Leek me leuk. Ja, ik ben toch de laatste tijd ook weer aangestoken door Transformers. Maar ook G.I. Joe. Zo heb ik hier de Cobra Civil War. Nummertje 6 van G.I. Joe. Nummertje 4. 5 en 6 ook van reeks 3 geloof ik. En dan nog G.I. Joe Special Missions, nummertje 6 ook. Die zien er goed uit die covers en van binnen ook. En hier is nog nummertje 8 ook van de Special Missions van G.I. Joe. Dat was dan ook weer een leuk stapeltje. Hè? Ja. Maar er is nog veel meer. Ik heb hier nog een leuke doos naast me staan. En daar gaan we gewoon nog eventjes lekker doorheen. Fall of the House of X. Scotty Young cover. X-Men nummertje 16. Dan heb ik hier nog X-Men nummertje 17. Hele mooie, ook uit de X-Men reeks, een Stormbreakers variant. En die is ook weer getekend door Villa. X-Men, Classic X-Men, X-Men Classic nummertje 4, 5, 6, nummertje 9, nummer 10. En deze cover vind ik heel vet ook van nummer 13. Dan heb ik hier nog nummer 14, nummer 15, nummer 16. Zo'n hele hoop Classic X-Men's. Ook de Dark Phoenix saga volgens mij helemaal compleet in de nummers 35. En hij gaat dan door zo'n beetje tot nummertje ergens in de 40. 39. Hier, deze is ook heel vet. Dus veel X-Men Classic erbij zitten dit keer. En hij gaat dan door van nummertje 35 tot 43, geloof ik. De Dark Phoenix saga. Dan X-Men Adventures. Ik heb ze een beetje door elkaar zitten, maar dit zijn 3 delen, denk ik, uit hetzelfde reeksje daarvan. X-Men Adventures. Nou, je ziet wel, het zijn allemaal koopjes uit de Henry en Roy's Prijzencircus. En dat is een leuk event van Shortbox qua live sales. Waarbij je leuke koopjes kan scoren. Ik ben daar bijna altijd bij. Je ziet wel dat
het kan lonen om online de live sales bij te wonen. Nog meer X-Men Adventures, hier ook van de eerste reeks, nummertje 2. Nummer 3, nee, dat is ook nummer 2, dit zal dan de tweede reeks zijn of de derde reeks. Het is, staat misschien aan de achterkant, dit is dan de eerste reeks. Nummer 3, nummer 4, vind ik ook een hele vet cover met dat kleurgebruik zo. Nummertje 5, ik ga er snel doorheen want het is echt veel. Nog een nummer 5, andere reeks. Nummer 6, dan heb ik nog nummer 7. En ook van de andere reeks nummer 7. Dat doen we later wel weer sorteren. Hier heb ik ook nog nummertje 8. X-Men Adventures. Het volgt een beetje schijnbaar de animatie-tv-serie. Waar er een soort van reboot van komt binnenkort. En ja, die was ik ook aan het kijken op Disney+. Omdat soms is het gewoon lekker om eventjes oude tekenfilms te kijken. Vind ik heel leuk. Nummertje 10. X-Men Adventures nummer 11. Ja, zo gaan we nog even door. Nummer 12. En dan heb ik hier ook nog nummertje 13. En nummer 8 weer van een andere reeks. En ook deze is nummertje 2 weer van nog een volgende volume. En ik kan je zeggen, zo gaat het nog wel een tijdje door. Want ik heb veel X-Men Adventures aangeschaft. Ja, soms hebben ze gewoon... zo'n beetje bijna complete reeks in de aanbieding. En dan neem je dat lekker mee. Dat waren de Adventures. Hier is nu een X-Men Legends nummer 6. Ik vind dit een hele gave cover. Met Doom. En, vind ik heel tof. Dus die wou ik hebben. Wolverine nummer 17. Ja, als je dan toch aan het bezig bent met de dingen, dan neem je die er gewoon bij. Hè? Web of Spider-Man, die kreeg ik gratis omdat ik x aantal dingen geclaimd had bij een Facebook post after sale op donderdag. Venom nummer 18 er nog bij. Dan heb ik hier nog True Cult. Leek me leuk, IDW. Dit is True Blood met Bill en Anna Paquin getekend. En natuurlijk ook nog Alexander Skarsgård. En ja, ik ben wel True Blood fan, dus dat wilde ik graag hebben. Transformers Beast Wars nummer 17. Vond ik een hele vette cover. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ik heb hier al een paar andere delen van. Ook van de Saturday Morning Adventures. Dus nu ook nummertje 4 erbij. One Shot van Staff of Nightmares. Red Murder in een incentive cover, geloof ik. Star Wars Jabba's Palace. Ik was een beetje te laat met de andere delen, maar ik vond het toch leuk om dan deze wel te hebben met Jabba the Hutt. En ook een Dark Tides nummer 1. Ik heb nummer 3 ook al, dus als ik nu ergens nummer 2 heb, kan ik meteen doorlezen. Sonic the Hedgehog, Scrapnik Islands, nummer 3. Dat was ook een koopje uit Henry en Roy's prijzencircus, geloof ik zo. Something is Killing the Children, nummer 12. Ja, het is een soort van semi-blank cover. Silk, nummer 3. Dan heb ik nog Rivers of London. Als je een young adult boek wil lezen wat een beetje het midden houdt tussen Harry Potter magie... en Crime Scene Investigation, moet je de boeken Rivers of London van Ben Aronovich maar eens proberen. Dat zijn mijn favoriete young adult boeken. Het is een fantastische reeks van, ik geloof een deeltje of 11 inmiddels al. Leest echt weg als een tierenlier. Het is fantastisch. En de comics zijn ook leuk met Andrew Cartmell als tekenaar ook en schrijver. En Andrew Cartmell heeft ook een fantastische reeks geschreven onder het mom van The Vinyl Detective. Echt aanraders als je een keer gewoon de boeken wil lezen in plaats van comics. En nou ja, nog meer van The Punisher, nummertje 4 en nummer 12. Dan heb ik hier nog, je zou zeggen Mighty Morphin Power Rangers nummer 69. Dat is niet waar. Het is namelijk de Power Rangers nummer 7. En die wilde ik er dus ook bij hebben. Dan Poison Ivy, ben ik ook aan het proberen de serie compleet te krijgen. En nummer 11 had ik nog niet. Miracle Man, een lekker dikke is dat, nummertje 1. Volgens mij One Shot ook, dus leuk om die nu te hebben. En hier heb ik nog de Minions bij Titan Comics. En dat is ook een nummertje 1, dus daar kunnen we gelijk mee van start. En was dat alles, Remco? Nee, dat was nog niet alles. Ik heb nog een paar kleine stapeltjes hier voor jullie te goed. Dus die pak ik even. Huppatee, daar zijn ze.
Mighty Morphin nummertje 9. Marvel Voices Identity nummer 1. Het is ook weer zo'n one-shot met korte verhaaltjes, geloof ik. Marvel Unleashed, ook korte verhalen, geloof ik. Waarbij de dieren van Marvel Universum centraal staan. Marauders nummer 1. Ik heb daar verschillende varianten van. Maar deze vind ik misschien toch wel het mooiste. Dit is de Peach Momoko variant, geloof ik. Is dat zo? Ik zie de handtekening eigenlijk nergens staan, maar ik geloof wel dat het Peach is dit. Kunnen we het vinden? Nee. Maar ja, als je het zo zegt, het ziet er wel zo uit. Night Terrors, Angel Breaker. Ja, ik ben wel fan van de Night Terrors miniseries. Detective Comics, dat zijn eigenlijk allemaal tweedelige serietjes. En waarschijnlijk alles bij elkaar zal het ook wel een groter geheel hebben. Superman, ook nog een Wonder Woman met een fantastische cover ook. En dan gaan we door naar X-Men, de Immortal X-Men, nummer 15. Ice Cream Man, nummer 25. Dit is ook Ice Cream Man. En Ice Cream Man, nummer 28. En ook nog nummertje 30. Horizon Zero Dawn van het PlayStation spel, wat erg tof is. Guardians of the Galaxy en dit is nummertje 16. Dan heb ik nog, deze zijn heel vet. Ik hoop dat je het een beetje kan zien, maar dit zijn 3D lenticular covers. En in het echt, ze hebben super vet, mooi 3D effect en heel tof. Het is van de Futures End serie, daar heb ik al meerdere van en deze die wil ik allemaal wel hebben. Ik heb er ook wel eentje van Sinestro die zonder de 3D cover is. Misschien kom ik die 3D cover ook nog wel ooit tegen, maar vind ik heel vet. En ik had bij Dirk Daan inmiddels ook alweer een nieuwe order lopen voor een van die Futures End 3D covers, want die zijn echt de bom, zijn echt heel erg de moeite waard. De Flash nummertje 752. Dan heb ik hier nog Firefly. Een Stegosaurus. Nou, de Human Torch. Uiteraard The Thing, het ding. Wil ik toch, ja, iedere keer, in iedere zending heb ik wel iets van Fantastic Four volgens mij. Ook nog een mooie incentive van Fantastic Four, nummertje 15. Hele toffe cover dit. En dan gaan we door naar een beetje volwassen materiaal van Maria Lovett. Fateless serie, daar ben ik ook aan het verzamelen. Dit is Fateless nummer 2 van de eerste serie. En ik had er nog eentje bij zitten hier in de Shortbox Comics doos. In het laatste stapeltje wat ik heb. Yep, daar is het. Het laatste stapeltje. Daar heb ik namelijk ook nog nummertje 3 van Fateless. Ik kan de binnenkant er niet laten zien hoor, want dat is best wel expliciet. Het is erotisch, het is romantisch, het is tof. East of West kreeg ik gratis met het dobbelen in de live sale. En ik kreeg deze gratis van iemand anders. Ik weet nou even niet meer wie dat het precies was, maar wel bedankt hiervoor. Ik denk Lorenzo Koenders. In ieder geval bedankt hiervoor. Dan heb ik dit eerste deeltje van East of West. Een Image serie. En eerste deeltjes bij Image, die wil ik altijd graag lezen. Doom 2099, nummertje 14. Een heel vet cover. En ik was X-Men 2099 aan het lezen natuurlijk. En die is heel tof. Detective Comics, Festival of Heroes van DC. Ook allemaal korte verhaaltjes. De Asian Superhero Celebration. Dat zal een beetje afspelen in Azië. Dark Horse Comics. Ja, deze heeft twee covers. Dus ik kon hem eerst eigenlijk niet vinden in CLZ. En want dit is de achterkant eigenlijk van de comic. Met een James Bond cover. Dan heb ik nog Darkhold Alpha. Dat is ook een one-shot. Met natuurlijk Dr. Doom op de voorkant. Dat is een van de redenen om die te hebben ook. Dit is Captain America nummer 2 en nummertje 3. Ook leuk om te verzamelen. Bloodline, The Daughter of Blade. Ik heb deel 1 in de Kwestie Zulu variant. En nu heb ik ook deel 2 dus. Heel mooi. En dan nog Batman 545, 544, 545, ja, een brute Joker cover, gaaf, heel gaaf.
Nummertje 546, ah, hier ook een hele vette Joker neergezet. En nummertje 140 van de huidige reeks van Batman. Die voorkoffers, ja, ik zei eerst ik ga het niet doen, maar ik heb hem nu toch gedaan. Wel iets goedkoper dan wanneer het pre-order was geweest of zo. Maar ja, ze zijn gewoon fantastisch. En ik heb hier natuurlijk wel ook al de kerstvariant van. Maar goed, nou, Batman 140 in de mooie logo voor de cover. Avengers nummer 33 vond ik ook een hele vette cover dit. Dus hebben we er ook bij. Dan ook Avengers 379. Ja, het is bijna een soort van Halloween volle maanachtige cover. Heel gaaf. Astonishing Iceman nummer 5. Ja, Henry zal me uitlachen, maar, want wie leest dit nou? Want dit is super slecht. Maar ja, ik heb deel 1, 2, 3 en 4 ook al en nu 5 ook. Dus dan heb ik volgens mij de serie bijna compleet. En dan wil ik toch wel eens zien hoe slecht dat het nou eigenlijk is. He, ik daag mezelf graag uit. Amazing Spider-Man nummer 39. Ja, deze ging uiteindelijk zo goedkoop weg dat ik deze ook moest pakken, deze variant. Maar ja, deze is natuurlijk eigenlijk wel leuker, deze foil met volgens mij een Gleason cover. Staat er zo niet op, maar toch. En hier ook nog nummer 40, ook in de game variant. Dan heb ik hier nog eentje als laatste, but not least, denk ik, want hij is geschreven door Brian Michael Bendis, a.k.a. Goldfish op Kaliber Comics. Zeg, dat was het weer voor deze maand, voor januari, van mijn shortbox aankopen. Met als klap op de vuurpijl natuurlijk, ja, vind ik toch wel heel mooi om te hebben. Deze 1 op 100 incentives van Fantastic Four, Alex Ross' sketch covers. Bedankt voor het kijken, vond je het een leuke video? Geef deze Invisible Woman dan even een duim omhoog. En wil je geen video's missen van mijn kanaal? Abonneer je dan op mijn kanaal, dat kan met het belletje daar onder de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Doei!